De een heeft thuis even snel een thermoskan koffie gehaald en de ander heeft nog een laatste biertje over. Eén ding heeft iedere tulpentaan hier in elk geval gemeen. Echt fris kijken ze niet meer uit hun ogen. Heel de nacht overgeslagen zeg. Jezus. Ja, het is nog even wachten, dus dan gaan we nog maar even liggen. Goedemorgen dames, hebben jullie het overleefd? Ja, makkelijk. Is dit nou gezelliger dan die soirée zelf? Nee, maar het is wel een stukje sfeer wat je proeft al voor de soirée. Wat doe je dan een hele nacht hier met z'n allen? Met z'n allen een beetje kletsen en met mijn zus hebben wij onze act gewoon zitten repeteren voor het soirée. Rond een uur of acht kwam de meute in beweging. Goedemorgen, op tijd wakker geworden? Ja, door de muziek hè, van de stichting zelf, dus was weer gezellig. Jullie stinken allemaal behoorlijk naar bier. Ja, bier, schrobbelair, rook, noem maar op. Je hebt je portie carnaval alweer gehad? Nou, het is goed begonnen zo, zullen we zeggen. En dan net het nieuwe jaar, dus altijd goed, hè? Juist. Kom, gaan we een kaartje halen. Ja, zeker. Fijn feestje, toch? Goedemorgen. Goedemorgen. Kaarten kopen gaat hierin precies dezelfde volgorde als het opslaan van je kamp. Is dit nummer 1? Ja. Eenmaal bij de kassa krijg je maximaal 4 kaarten per persoon. Voor de avond of voor de middagvoorstelling. 4 kaartjes voor het matinee. Ze zijn binnen. Ze zijn binnen, ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En nu slapen? Ik ga naar huis. Ik ga even douchen. Ik ga een paar uur mijn bed in en dan hoop ik dat ik vanavond een beetje mens ben. Hoe lang heeft u hier nou op moeten wachten? Vanaf gisteren, ik was er 6:50 of zo, dus wat is dat? Bijna 27. Bent u nu moe, dronken of blij? Alle drie tegelijk. Een goede voorbereiding dus op de Prinsensoirée zelf. Die is op zaterdag 26 januari.